Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Het is weer maandag en dat betekent een nieuwe voetbaltijd. Dit keer niet vanuit het Van der Valk Hotel, maar vanuit het prachtig mooie decor van Mercedesbaan Twente in Hengelo. Met in de opstelling René Wagelaar. René, welkom. Ed, en morning. De technisch directeur van FC Twente, Jan Strooyer. Jan, welkom. Dank je. Hoe is het met je? Prima. Ja? Uitstekend. Ja, 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 absoluut. Ongeslagen gebleven dit weekend? Dit weekend wel, maar ja, we hebben helaas... wat minder punten dan we gedacht hadden. Ja. Maar goed. Kan alleen maar beter. Ja, ja, ja. Nee, er zijn nog wedstrijden genoeg. Dus wat dat betreft kan het zondag al anders zijn of zaterdag. Ja, gaan we het zo over hebben. René, wat is jou opgevallen dit weekend? Nou, de evenementenbranche. De evenementenbranche staat op zijn achterste poten. En meer dan terecht. Ik heb geen Ziggo thuis, maar de Formule 1 is erop geweest. En ik heb wel wat beelden gezien. Dat er 70.000 à 80.000 mensen lopen te horsen en te, ja, het bloed dat kookt bij mij als ik dat zie. Want ja. En Hugo de Jonge die staat met een paar ogen in die camera met die gekleurde schoenen te vertellen dat het allemaal wel meevalt. En dat ik zou helemaal woest worden als ik in de evenementenbranche zou werken. Want het is niet normaal. Ja. Echt niet. En ik gun de F1 alles. Maar dat is meten met 10 maten in plaats van met 2, want dit kan niet. Nee, er moet heel snel wat gebeuren, want die mensen die staat water aan de lippen. En dan zeggen ze, ja, maar buitenlucht, een evenement als een festival is ook in de buitenlucht. Ja? Dus ik snap het hele verhaal niet meer. Nee. Hugo de Jonge kijkt ook steeds aparter in die camera. Het is net als hij zelf ook niet meer weet wat hij moet vertellen, maar ja, klopt niet. Als een konijn in de koplampen van een auto. En je hebt natuurlijk, moet je niet vergeten, het Koninklijk Huis zit erachter. Hè? Daar bij zo'n F1, dan gaat alles door met die Prins Bernhard Junior. Want ik zag hem lopen, ik dacht dat er een coureur was met die bril. Maar het is potverdomme Prins Bernhard Junior, met zo'n, maar die hebben wel macht, dat zie je. Ja, ja, dat mogen duidelijk zijn. Over coureurs gesproken, Jan. Verstappen, gezien? Ja, ja, ik heb het gezien, de hele race. Ik vond het wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Mooier had het niet gekund, dit was geweldig. Ja. Hè? Mentale kracht ook waarschijnlijk. Alle druk op je, het publiek, de sponsoren, het hele land, de wereld kijkt mee. Ja, maar je moet het toch doen. Mooier had het niet gekund dan dit. Dit was... geweldig. Maar als je maximaal van tevoren zo dichtbij ziet, Jan, dan krijg je natuurlijk vleugels, hè? Die gaf even uitleg aan die auto, aan Maxima toch, en las ik, en aan Alexander, die Max. Ja. En als je dan zo dichtbij Maxima krijgt te zien, dan geef je wel extra boost natuurlijk. Ja, er zijn mensen die daardoor geïnspireerd raken. Ja, dat denk ik. Ja. Die zijn er. En Max pakte natuurlijk die grote beker. En over bekers, grote bekers gesproken. We zitten hier bij Mercedes-Baan, zoals gezegd. En jij zit daar naast een geweldig mooie bokaal, René. Wat is daar de achtergrond van? Ik ben 30 jaar denk ik ongeveer klant geweest bij Baan. En met meer dan tevredenheid op de dag van vandaag. De service, verkoop, alles was altijd top. En ze zijn niet voor niks, volgens mij voor de derde keer, dealer van het jaar geworden. Dit is van vorig jaar deze beker. Ja. Maar zoals het er nu voor staat, de tussenstand, hebben ze dit jaar ook weer een hele grote kans om dat te worden. Okay. Dus, maar meer dan terecht. Want als je hier binnenkomt, dan hoe je ontvangen wordt, service, alles wat ze hier doen is top. Echt. Ja, en alles wat ze doen is top. Dat kunnen we zien, dat straalt het bedrijf ook uit. En over top gesproken, om maar even een bruggetje te maken. Jan, FC Twente wil naar de top van de subtop uiteindelijk. En we hebben een mooie transferzomer gehad. Er waren natuurlijk prachtig mooie verhalen over Twente. Hè, dat het ongekend was dat jullie zulke spelers aan de club wisten te binden. Mm. En dan begin je met 1-3. Dat is een mislukte start natuurlijk. Waar heb je het meest aan geërgerd? Dat we die twee wedstrijden tegen Fortuna en Cambuur hebben verloren natuurlijk. Ja. Want normaal reken je dan wel op 4 punten. Dus dan had je er nu 5 gehad. Dus dan stond je er al heel wat anders voor. Ja. En wat als je kijkt naar de performance aan zich? Het was gewoon heel wisselend. Tegen Ajax was prima, weet je, met instelling, de manier van spelen. En die andere twee waren gewoon niet goed. En natuurlijk heb ook veel nieuwe spelers, dat is ook zo. Hè? Dus je moet je allemaal weer inpassen en noem maar op. We missen nog een paar die nog terug moeten komen. Ja. Zoals Misijan, Senni, Bleke Zwelo bijvoorbeeld. Brama, Piri die eruit is. Dus we missen nog op dit moment nog 4 spelers die nog niet inzetbaar zijn. Ja. En plus die nieuwe spelers. Dus dat kan, soms kan het meteen goed gaan en soms kost dat wat meer tijd. Dus...
Maar goed, we gaan het zaterdag zien. Het vreemde is, Jan, dat het verschil is zo groot als je dat tegen Ajax dan ziet thuis. Komt ook door het publiek, denk ik, wat natuurlijk een enorme boost geeft. Maar bij Cambuur vind ik ook in de duels vind ik het dan weer zo'n groot verschil, hè? Vergeleken met Ajax. De wil om te winnen, of hoe je het maar noemen wil, maar, ja, maar dat zijn heel andere wedstrijden. Ja. Tegen Cambuur moet je het vooral zelf doen en dat kwam er, er gewoon niet goed uit. Absoluut niet. Maar het zijn altijd weer heel andere wedstrijden. Ja. Daarom tegen Utrecht kan zaterdag ook weer een hele andere wedstrijd worden. Dat Utrecht wil het spel wel maken, denk ik. Wil voetballen, laten we het zo zeggen. Ja. Meer dan een Cambuur misschien, hoewel dat valt ook nog wel mee. Cambuur heeft het gewoon goed gedaan. Die hebben prima gespeeld en wij absoluut niet goed. Nee. Is kunstgras ook, hè? Ook dat vind ik wel kunstgras, mag je gewoon maar, zeggen ja, dat het meespeelt. Daar ben ik van overtuigd. Goed. Tegen dat soort ploegen moet je wel ook je punten halen. Ja. Ik zei net al, FC Twente maakte indruk op de transfermarkt afgelopen, de zomer. En er zijn een aantal spelers waarvan je dan later hoorde, die had daar naartoe gekund. Ricky van Wolfswinkel, die zei, ik had ook naar Feyenoord gekund. Hoe heb je hem binnen kunnen hengelen, Jan? Ja, soms moet je een beetje op tijd zijn. Hè? Dat hebben we met Oenestal ook gedaan. Als we daarmee gewacht hadden tot Drommel weg was, had je hem nooit meer gekregen. Nee. Dus dan had je het probleem gehad dat je een andere keeper had moeten halen. En dat is met Wolfswinkel in wezen hetzelfde. Ik ben ervan overtuigd, als we daar ook langer mee gewacht hadden, dat hij ook wel bij een andere club had gezeten. Ja, wanneer ben je met hem beginnen te praten? Ik weet niet precies wanneer dat was, maar al redelijk op tijd. Hè? Ja. En, ik heb Jan vorige zomer nog gebeld. Ik heb Jan nog gebeld met Oenestal toen ik zei, mocht er wat gebeuren met Drommel, was dat jaar daarvoor. Ja. Die mag eventueel weg bij PSV. Dat was een goede keeper, maar een hele goede zet. Wat zei je? Vrijblijvende tip. Ik hoorde dat. Iedereen kent die keeper natuurlijk. Dus wanneer ga je er iets mee doen? Dat is natuurlijk bepalend. Maar over Van Wolfswinkel gesproken, die kende jij natuurlijk persoonlijk vanuit je tijd bij Vitesse. Ja. Ik heb hem nog als jeugdspeler gehaald naar Vitesse. Maar dat schept toch een band, hè? Nee, tuurlijk. En het is ook vaak de goede relaties hebben en snel de dingen kunnen doen. Ja. Jan, het is een risico natuurlijk. Als je Drommel, stel nu dat Drommel niet verkocht was geweest, dan had je wel Oenestal erbij gehad. Twee topkeepers. Jan, waar is de achterliggende gedachte dat je Brama weer verlengd hebt? Nog weer een jaar? Brama is gewoon een prima speler en in de organisatie is het een prima jongen. Als hij verleden jaar niet geblesseerd was geweest, dan had hij het hele seizoen gespeeld. Ja. Dus dan zou je hem laten vallen omdat hij... Nou, niet vallen. Nee, dat bedoelde ik niet eens. Dan zeg je toch van, dan neem ik afscheid omdat hij de tweede helft van het seizoen geblesseerd is geweest. Nee, misschien erbij nemen en alweer opleiden naar een nieuwe functie in de club. Ja, en dan wel erbij houden. Ja, maar ook het gaat om voetbal. Dus hij moet... ik geloof ook niet zo van hij is goed in de kleedkamer. En natuurlijk is hij wel goed in de kleedkamer. Maar daarvoor moet je geen spelers hebben. Nee, niet vasthouden. Dus ik ga ervan uit dat hij weer fit is. Dat hij wel 20 haalt. En nu, helaas, heeft hij de voorbereiding gemist. Ja. Maar als hij nu fit blijft, prima. Dat is een prima speler om erbij te hebben. En misschien wel in de basis spelen. Ik bedoelde het ook meer op basis van fitheid. Als hij bijvoorbeeld 10 zou spelen, dan is het te weinig. Dit soort dingen weet je nooit. Dit soort dingen is altijd achteraf, weet je. Dat weet je nooit van tevoren. Moeilijk. Kijk, tweede helft van Zoom was hij geblesseerd. Dus we dachten, de voorbereiding is hij erbij. Ja. Ja, als je alles kunt voorzien, dan is alles heel gemakkelijk. Weet dan reden we allebei nu niet mee, denk ik. Luc krijgt die was niet fit, die moest nog opgetraind worden, maar dat weet je van tevoren. Maar dan weet je niet van tevoren dat hij na 3 trainingen een kruisband heeft. Nee, hij was niet fit. Maar goed, Brama heeft de leeftijd natuurlijk niet mee. Over kruisbanden bijvoorbeeld. Senny krijgt ook een kruisband en was topfit. Plegezuelen krijgt een kruisband, was ook topfit. Dus dat kan altijd zomaar gebeuren, dit soort dingen. En dat Brama in de voorbereiding opnieuw een blessure krijgt. Ja, natuurlijk, oudere spelers zijn kwetsbaarder, maar ik vind dit geen risico om dan zijn contract
toch te verlengen. Nee. Maar je haalt Lukoki misschien wel aan, Jan, omdat er ook een beetje geroezemoes is. Had je hem wel moeten halen? Had je maar dat is altijd achteraf. Ja. Als die jongen die kruisband niet had gehad en hij had nu gespeeld en goed gespeeld, dan heeft was niemand erover. Was het halleluja geweest? Nee, maar dat is, dat is altijd makkelijk. Opportunisme van de voetballerij. Ja, nee, maar hetzelfde als ze nu van tevoren zeggen, ze, of voor het seizoen, Twente heeft een goede speler gehad. Nou, als we de komende 3 wedstrijden 1 punt halen, dan heeft iedereen alweer heel andere verhalen. De waarheid ligt op het veld. De waarheid ligt op het veld, ja. Otto Rehagel. Maar dat is niet waar, Jan. Altijd. Niet omdat je erbij zit, maar dit is perfect. Die spelers die je hebt gehaald, zijn allemaal... ik heb er niet één waarvan ik denk, potverdomme, wat moet je daar nou mee? Dat gevoel heb ik duidelijk niet. Van Lukoki, min of meer, haalde hij een goede Cleonice. Die kon ook, hoorde ik van hem zelf, naar VfB Stuttgart. En dat is nogal een partij natuurlijk, hè? Ja. Maar kijk, voor jonge spelers is Duitsland gewoon heel, heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk. En Ekkelenkamp, wilden we ook al graag hebben. En dat was verleden jaar al het geval. Die gaat nu naar Hertha. Ik moet nog zien. Ik denk dat hij het daar moeilijk gaat krijgen. Maar voor iedere jonge speler is het gewoon moeilijk in de Bundesliga om daar te spelen. Ja. En je kunt beter eerst een jaar hier in de Eredivisie goed spelen en dan de stap maken. Dan, maar ja, het geld is ook belangrijk en daar wordt vaak voor gekozen. Ja, dat zien we. Maar zo'n jongen als Cleonice, waar heeft hij meer kans om te spelen? Dat is hier in Nederland. En als je hier in Nederland niet goed doet, dan hoef je helemaal niet naar Duitsland. Nee, dan hoef je daar helemaal niet naartoe, in het buitenland. Dan ben je al klaar. Ja, precies. Michel Flap die speelde vorig jaar, of een halfjaartje bij Arminia Bielefeld in de Bundesliga. Ik zag hem nog scoren uit tegen Bayern München in zijn debuutwedstrijd voor Arminia. Mooie transfer, mag je zeggen. Daar werd ook veel achteraan gezeten door andere clubs. Dan hoor je vanuit een PEC Zwolle natuurlijk. Die hadden we graag willen hebben. Maar goed, is dat wel realistisch van Zwolle? Want als je naar Twente of naar Zwolle kunt, dat is toch geen vergelijk. Geen keuze, met alle respect. Ja, dat denk ik ook. Als ik speler zou zijn, dan zou ik ook liever bij Twente spelen dan bij Zwolle. Al is het maar om de grootsheid van de club. Ja, nee. Dat gaf Mike Willems ook wel toe. Ja, de technisch directeur. Ja, technisch directeur, die zei dat ook wel. Als je naar Twente kan, dan snapt hij dat wel natuurlijk. Ja, en dan, dan krijg je die verhalen van, hij zal er wel veel meer verdienen. Ja, hij zal hier ook wel meer verdienen, denk ik. Maar goed, Twente heeft ook een veel hogere begroting dan bijvoorbeeld Zwolle of Heracles. Dus dat is niet zo raar. En Twente is natuurlijk een geweldige club met veel publiek. En de spelers willen hier gewoon, die willen hier graag spelen. Ja. En ik vind Flap, typisch een speler voor de Nederlandse competitie, moet ik zeggen. Ja. Over publiek gesproken, vorige week moet ik zeggen, heb jij ook voor het eerst de magie van het FC Twente publiek meegemaakt. Hè? Dat was door corona niet mogelijk. In het begin van het vorige seizoen een paar keer met 8000 man gespeeld. Maar nu was het echt dat vurige publiek met de acties eromheen. Wat ging er door je heen, is dan even de journalistiek verantwoorde vraag. Goed, ik kende het verhaal van Twente natuurlijk wel, want dat ik hier vaak ben geweest bij wedstrijden en noem maar op. Dus voor mij was dat geen verrassing, maar het publiek is wel extra hier. Ja. Hè? Dus dat vind je bij bijna geen enkele club, misschien bij Feyenoord, maar verder nergens. Dus dat is fantastisch. Ze slepen ze door tegen Ajax. Maar het is iets leuker als je zelf ook goed speelt dan. Hè? Dat is wel, maar dat was toen wel aan de orde. Althans, het was een rommelige wedstrijd, maar speelde niet goed. Maar ook mentaal was goed. Ze speelden niet goed. Nee, het was niet goed, maar dat heeft ook met de tegenstander te maken. Ja, natuurlijk. Hoe dan ook. Zoals alles waren agressief. Maar ik denk dat dit elftal wat we nu hebben, dat moet gewoon beter zijn dan het afgelopen jaar. Dus afgelopen jaar, alleen de laatste 2 wedstrijden zaten we onder de eerste 9. Dus dat is toch wel een doelstelling om in het linkerrijtje te spelen het nieuwe seizoen. Tuurlijk. Of dit seizoen in ieder geval. Een linkerrijtje zit je dan ook al snel richting de play-offs om. Dan speel je daarvoor mee. Ja. Maar goed, laten we zien wat komt het is. Komt een leuk programma aan. We hebben natuurlijk, als je die wedstrijden tegen Cambuur en Fortuna had gewonnen, dan had je een goede basis. Maar nu moet je gewoon de volgende wedstrijden moet je punten halen. Druk zit er wel op, Jan. Ja. Wat zeg je? Druk zit er wel op dan, hè, gelijk. Ja, maar dat is ook goed. Bij topclubs, laten we zeggen Ajax, Feyenoord, PSV is ook altijd druk. Dus waarom zouden bij de andere clubs geen druk? Bij ons mag ook druk zijn, vind ik. Het is ook een grote club, de nummer 4 van Nederland in heel veel opzichten. Nog heel even, Limnios, de Griekse international, Sadilek, Tsjechische international, weliswaar
niet in de basis daar, maar van de week wel weer bij de selectie. Dat zijn toch ook mooie spelers voor FC Twente. Die heb je gehuurd, maar wel met een optie tot koop, geloof ik. Ja, beide met optie tot koop. Ja. Kunnen zij niet tussentijds vertrekken? Nee. Is dat de les van vorig jaar? Dervizoglu is ontevreden en is in één keer weg, omdat er een clausule in zijn contract zit? Nou, vond niet zo'n probleem. Zij wilden die optie hebben dat hij ook terug kon. En dat ging alleen maar bij hun om het feit van, speelt hij wel of speelt hij niet. Ja. Dus als zij waren bang dat als hij hier niet zou spelen, dat hij dan toch nog een half jaar moest blijven. Maar ik heb gezegd van, ja, maar wij willen dat dan ook hetzelfde. Van beide kanten. Ja. Dus wij willen ook kunnen zeggen van, in de winterstop, dan gaat de speler ook eventueel. Nou, dat was voor hun ook geen probleem. Maar dat doen ze omdat ze hem of willen verkopen, mogelijk in de winterstop, of het probleem van niet spelen. Ja precies. Had ik trouwens niet verwacht van een goede huur toen. Dervizoglu, had ik echt van verwacht dat hij. Maar ja, dat zie je maar. Ja, maar Twente draaide er niet uit. Nee, maar ook, Twente draaide goed. Maar daarna niet dus. Nee. Dus dat was, maar toen dat was hij weg. Ja. Als hij even had gewacht. Dan. Ja. Maar ja. Maar dat weet je dat niet. Dat geldt ook voor Lamproe. Ja. Hetzelfde verhaal. Ja. Die speelt niet, komt binnen. Denkt iets later volgens mij. Maar we hebben nu gewoon meer concurrentie. En met name over een aantal weken. Kijk, nu hebben we nog een 4 november spelers. Wordt druk. En dat is goed. Dat is goed. Dat wordt scherp. En dan hoop ik dat Serny er dan ook weer bij is. Michijan, die zie ik toch ook snel terugkomen nu. Lukoki niet natuurlijk. Maar er is veel meer concurrentie. Brahma is weer fit. Er is veel meer concurrentie als het goed. Maar dat is goed. Hou je het spul scherp van. We hebben natuurlijk ook een aantal kijkersvragen. Dan beginnen we met André van Batenburg. Waarom geld uitgeven aan Piri en Ilic die weinig gepresteerd hebben in zijn optiek? En in meerdere optiek. Piri en Ilic. Nou, Ilic die heeft verleden jaar niet een goed seizoen gehad. Maar dat is wel een jongen die goed kan voetballen. Dus zijn basis is gewoon goed. Is een speler met kwaliteit. Dus wij verwachten dit jaar meer van hem. Nou, hij is nu niet goed begonnen met. En dat is ook weer achteraf, weet je. Dat is altijd makkelijk om. En wie was die andere speler? Piri natuurlijk. Ja, Piri. Die valt mij nog wel mee. Normaal zou dat een basisspeler zijn. Dus, en dat is een jongen die is nog maar 20 jaar. En heeft al veel gespeeld in het betaalde voetbal. En er lopen niet zoveel goede linksbenige centrale verdedigers. Dus normaal gesproken had hij na het afgelopen seizoen duidelijk beter moeten zijn dit seizoen. Maar ja, dan krijg je zo'n blessure en dan is dan ook weer achteraf. Ja. Kijk, als iemand mij van tevoren zegt, over 3 weken krijgt hij een zware blessure, dan wordt iets makkelijker. Ja, dan haal je het niet. Ja. Zo simpel is dat. Maar voor hem is het heel vervelend. En iedere club heeft een paar blessures. Je ziet nu Kudus bij Ajax, geweldige speler. Altijd geblesseerd. Maar geblesseerd. Maar bij Nordsjælland speelde die wel. Ja, speelde die al. Hier en krijg nu je is dit. Die geblesseerd. Ja, zeg het maar. Dat zijn dingen die. Blessures heb je niet in de hand. Maar het middenveld sowieso wel goed. Met Sari, Lex, Rookie, Flap. Als dat ingespeeld raakt, is dat al prima. Maar ook een Bos die weer een jaar verder is. Die kunnen we ook heel goed gebruiken dit seizoen. Absoluut. Seruki, Sadilek, Brahma. Aan namen geen gebrek. Ilic, nee. Carlo Caracciolo vraagt, over welke aankoop bent u het meest tevreden van de afgelopen zomer? Dat zal moeten blijken. Ik zou het niet weten. Nee. Als je kijkt naar wat er mogelijk was en wat je dan toch voor elkaar hebt gekregen? Nou, wat wel heel goed is uitgevallen is de keeper, denk ik. Oenestal, want je ziet dat bijna alle clubs in betaalde voetbal problemen hebben om een goede keeper te vinden. Mm-hmm. En ik denk dat wat dat betreft dat we voor de komende jaren gewoon heel goed zitten met Oenestal. En we hebben een gok genomen door hem al heel vroeg te halen. Wat je net zei, inderdaad. Maar die gok is goed uitgepakt. Ja, duidelijk. Freddy Spin vraagt, gaat u na dit seizoen vertrekken of kijkt u wel naar een opvolger? Ik zou eerst in eerste instantie voor een jaar blijven. Ja. Nu is 2 geworden en ik zie het wel. Had ook te maken dat Jan liever in dit programma soms wil blijven komen.
Weet ik. Dus dat, ja, daardoor dat, heeft hij bijgetekend. Ja, daardoor dacht ik, doe er een jaartje bij. En dan, nee, je moet argumenten vinden om bij te tekenen. Ja, dat doet logisch. Ja, ja, dan is dat, maar je kan nog zat, Jan. Kan nog zat een jaartje erbij, man. Nou ja, tuurlijk kan dat ook wel. Maar volgens mij ga je met enorm veel plezier naar je werk. Ja, ja, dat, dat is natuurlijk absoluut de brandstof die je nodig hebt. Ja, 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 ja. En zeker als je wat ouder bent, moet je er wel plezier in hebben. Als dat niet zo is, dan... Nee. Dan, ja, dan moet je stoppen. Ja, want er zit heel veel dynamiek in de onderlinge connectie met de trainersstaf, met de spelers, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja, ja. Nee, dat is gewoon goed, weet je. Dat is niks op aan te merken. Wanneer beslis je dat, Jan? In de winter of nou, maakt niet uit? Ik hoef niet te beslissen. De club? Mensen, in de eerste plaats zal men moeten vragen of je wil blijven, dat is één. En zolang dat niet is, dan... Maar jij voor jezelf in jouw hoofd bedoel je, wat jij wil? Ik ga daar pas over nadenken als men vraagt of je wil blijven. Okay. Ja, nee. Beter ja. Bij Twente lekker werken dan op de golfbaan staan? Nou, ik ga sowieso niet naar een andere club. Dat zou ik sowieso niet doen. Dit is überhaupt, en dat heb je in het begin al aangegeven, je laatste club in het betaalde voetbal. Ja, als werknemer. Ja, nee, ja. Niet naar Irak of zo een keer, zoals Dick? Denk het niet, nee. Nee, denk het niet. Jos, nee, die zei ook iedere keer, ik stop ermee, die ging dan weer weg. Ja, dus. Ja, ja, je weet het soms nooit, maar niet naar zo'n land. Ik heb geen idee om nog bij een andere club te gaan werken. Nee. Duidelijk, en de B-vraag is, zul je je lot verbinden aan dat van Ron Jans? Dus met andere woorden, als Ron nog een jaar wil blijven, is dat dan voor jou ook, omdat je samen bent gekomen toen er eigenlijk niks was bij Twente, hè, vorig jaar, ja. Is dat dan een reden om samen nog een jaar op te trekken? Nou, verbinden is altijd moeilijk. Nee, nee. Het kan heel goed zijn dat ik wegga, dat de trainer blijft of andersom. Ja. Nee, dat is... Paul is ook wel gestopt. Niet verbonden. En het kan wel, het gevoel is prima, weet je. Ja. Maar ja, een trainer heb je toch een wat andere functie dan een technisch directeur. Hoe dan ook. Ja. Kai Bessels vraagt, zou je bereid zijn plaats te nemen in de RVC, in de Raad van Commissarissen? Nou, dat is niet zo mijn job, denk ik. Na jouw afzwaaien. Nee, dat... Minder. Minder, ja. Ja. Minder. En jouw gevoel bij de club, Jan, hey, je bent natuurlijk vroeger speler geweest. Een tijdje, in je tienerjaren zelfs, kwam je binnen vanuit Losser. En mooie periode meegemaakt. Het feit dat je terug bent in Enschede, je zit er nu iets meer dan een jaar. Dat vervult je met positiviteit. Absoluut. Maar het is een beetje toeval natuurlijk. Hè? Ja. Dat je zeg maar na 50 jaar terugkom. Dus toen ik bij Twente wegging, ging ik naar andere clubs. Een halve eeuw nadien. Ja. En dan kom je bij na zoveel jaar, terwijl je eigenlijk al... gestopt was, want ik werkte als voetbalmakelaar. Ja. Dat je dan terugkomt is wel heel bijzonder. Ja. En vooral omdat het je eerste club was als speler. Ja. Hè? Ja. Want ja, daar blijf je wel het meest bij, de eerste club waar je eigenlijk begint. Ja, ja dat blijft uniek. Dat ik was blijft vorige speciaal. Week op kantoor bij Jan en hing daar een foto van de jaren 70. Dan staan ze allemaal op één rijtje, zeg maar, allemaal nog naast elkaar. Allemaal. Ja, dat is wel een mooie tijd. Ja, natuurlijk. Gouden generatie voor Twente. Prachtig om te zien. Ja, dit was wel een beetje het begin in die tijd dat ze echt... in het begin 2065 en dan de eerste jaren was wel moeizaam. Maar toen Kees Rijvers kwam is het eigenlijk het professionele. Wel begonnen. Ja. De 5-1 tegen Ajax in 69. Later, toen jij al deel uitmaakte van de selectie, speelde je ook een keer thuis tegen Ajax. En toen gingen jullie nog met eigen auto naar het stadion en je reed op de single op een gegeven moment. Ja, vertel het zelf maar. Ja, we gingen altijd naar, was Florie Limpfa in de Lutte, daar aten we altijd voor de wedstrijd. Ja. Maar iedereen ging daar met zijn eigen auto naartoe. Met Lutte zelf, s'morgens, ja. Dus daar werd gegeten en noem maar op. En dan, zeg maar half één of zo, of één uur, ging ik dus naar het stadion. Maar iedereen achter elkaar. Optocht. En optocht. Dus we waren al bijna bij het stadion. En kwamen we in een kettingbotsing terecht. Dus volgens mij waren 7 spelers erbij betrokken. We verloren die wedstrijd trouwens met 0-3. Of dat de oorzaak was, weet ik niet. Spanning. En wie veroorzaakte de kettingbotsing van de spelers? Kun je dat onthullen 50 jaar daarna? Volgens mij was Kik dat, maar ik weet het niet zeker. Ja. Oh, misschien we binnenkort. Nee. Je steekt je hand er niet voor in de vuur. Nee, ik durf niet zeggen. Maar nee. Waar Jen elkaar wel is. Hij geeft mij de schuld en ik geef hem dan de schuld. Ja. Maar jij reed voor het eerst waarschijnlijk in een auto toen. Ja, ik had net 5000 kilometer op de teller. Dus, en mijn eerste auto. Dus, ja.
Ja, dat maar hij was wel hij was een aardig stuk, ja. Wel een mooie anekdote. Toen 6 aanrijdingen, nu 6 corona's. Ja, want daarover gesproken nog even. FC Twente kwam in het nieuws afgelopen week door een coronagolfje. Een aantal spelers. Ja. Ja. Niet al te prominente spelers, maar toch, je wordt daardoor getroffen. Hoe is de situatie nu, Jan? Ja, er zijn een paar spelers die het hebben. En ja, we moeten nu kijken of ze fit zijn voor het weekend. Ja. Ja, en dat wordt elke dag is het testen geblazen. Ja, denk ik. Er wordt zeer regelmatig getest om te kijken wie wel en wie niet. Ja. Is daar iedereen al heeft al vaccinatie gehad van de selectie? Of? Het is geen verplichting en nee. jammer genoeg niet. Nee. Dat je het niet kunt verplichten. Nee. Dus er zijn een aantal spelers die geen willen. Vaccinatie hebben gehad. Nee. Ja. Wie zijn dat? Je mag geen namen noemen. Nee. Ik zou het wel willen zeggen, maar je mag geen namen noemen. Ik heb de tweede gehad. Ik was in Enschede was wel lachen. Het meisje dat zegt, doe de blouse maar even uit. Ik zeg, nee, jij eerst. Dat was wel lachen. Oh. Dat was wel lachen. Ik denk nog, waarom ik eerst? Ja. Ik dacht nog aan een rustige uitzending zonder uitspatting. Nu ging je al te ver volgens mij. Maar goed, laten we hopen dat de coronagevallen zijn opgelost deze week. En dan krijgen we die wedstrijd tegen FC Utrecht komend weekend thuis. We moeten even, want Heracles, die we normaal gesproken ook behandelen, die spelen niet komend weekend. Is dat dit weekend uitgesteld tegen Feyenoord? Ja, FC Twente speelt wel natuurlijk tegen Utrecht. Wat gaat het worden, René, thuis? 2-1 voor Twente. 2-1. Ja. En dan wordt het dezelfde wedstrijd als tegen Ajax qua inzet, passie, willen winnen. Misschien een beetje slordig, maar wel... Ja, het spel verwacht ik nog niet direct tiki-taki, maar wel winnen. Ja. Ja. Wat ga jij... We moeten eigenlijk winnen, dus ik zeg ook, laten we 3-1 denk ik. Ja, Utrecht wel goed begonnen, goed uit de start. Zeker. Kerk verkocht inmiddels, maar goed, aan de andere kant, die was ook niet zo heel belangrijk in die eerste wedstrijden. Dat deden ze met de andere spelers. Ja, maar voor ze hebben een portie goeie. Met zijn snelheid is die wel altijd gevaarlijk. Maar je moet ook weer dit, vanaf seconde 1, hier is niks te halen vanmiddag, dat. Wat tegen Ajax was, dat moet je doen. En als je dat op kan brengen tegen Utrecht, dan win je. Publiek erachter, Ik verwacht wel een... goede wedstrijd zaterdag. Ja. Maar het blijft voetbal, dus je weet het nooit. Maar de instelling is zoals zijn Ajax, als we verliezen. Ja, dat moeten we niet hebben. Heracles Almelo heeft de transferperiode afgerond met het aankopen van, of het huren van Kai Sierhuis van Stade Rennes. Ja. Mooie transfer. Ja, ik vind mooie een goede deal. Speler. Hij stond ook bij ons op een lijst, deze speler. Okay. Maar in het begin was het was ook een speler voor de verhuur dan. Ja. Dus dat lag in het begin wat moeilijker, maar goed, nu aan het eind... Ja. Wij hadden geen spits meer nodig, maar wij stonden ook bij ons op een lijst. Dus is absoluut wel. Weer een voorbeeld, iemand uit het buitenland waar we het in het begin over hebben. Ja. Is te hoog gegeven, dat weet je allemaal. Ze gaan voor geld. De spelers willen allemaal naar het buitenland. Ja. En vaak interesseert ze niet waar ze naartoe gaan. Nee, ze weten niet waar ze terugkomen. Als ze maar naar het buitenland gaan. En dan kom je er vaak achter. Ja. Nou, je menig is dat bij NAMF gaat. Die lag te huilen op de kamer. Dat hij bijna nooit speelde. En zoveel spelers, hè. Maar zoals Bundesliga en met name de lagere clubs... Ja, dat is fight, dan moet je mentaal dus zo moet je, goed moet je zijn. Aan de bak. Dus daarom is voor veel spelers is dat gewoon een moeilijke competitie. Ja, vind je het verstandig van Menig dat hij nu naar Partizan Belgrado gaat? Ik bedoel, als ik het zo volg, dan was hij daar zelf nog op tegen een aantal weken geleden. Ja, dat was opmerkelijk. Maar dat had jij niet van hem begrepen? Hij had gezegd dat hij niet wilde. Dus, ook tegen jou? Ja, hij heeft gezegd dat hij niet daar naartoe wilde. Ja. Zei hij toch open bij Oost ook op de camera? Ja. Hij kon daar wel veel meer verdienen dan bij ons. Hè. Ja. Maar ja, goed, dat wel een aflopend contract. Dus hij had ook kunnen zeggen, ik blijf nog een jaar en dan ben ik transfervrij. Ja. Ben je hier uiteindelijk blij mee met deze? Omdat je toch heel veel vleugelspelers hebt. Voor de club is het vooral financieel goed. Kijk, wat mij betreft had hij als speler rustig mogen blijven, hoor. Niet dat hij er in zijn beste periode zat, maar voor mij had hij mogen blijven. Dreiging snel. Ja. Dus voor de concurrentie was het goed. Ja. Maar voor het financiële, voor de club, was dit gewoon veel en veel beter. Ja. Hoeveel heeft Twente gebeurd voor Menig? Ik zou het niet weten. Nee. Om en nabij. ABN bellen. Nee, dat maakt niet uit. Je kunt daar die auto niet van kopen, of wel? Nee, die Maybach. Hoe noem je de Maybach? Maybach, is dat, achter mij. Ja, daar kun je slapen. Daar kan je wel van kopen. 2,5 ton? Okay. Wat doet hij op de markt? 2,5 ton?
Ja, ik denk het wel. Ik denk richting het 3 dat hij gaat. Ja. Je kan erin slapen achterin. Ja, een soort camper, man. Het is een soort business class in het vliegtuig. Hè? Ja. Dat is niet te geloven. Wat een kwaliteit hierbij. Even rondkijken, zo hebben we Jan. Even kijken of het nog Twente, of in Hengelo geld staat is uitgestald. Op, oh, ja. Het geld is op. Ja. Nee, het geld is op en de tijd is ook op. We gaan afronden. Mooi dat we hier mochten zijn bij Mercedesbaan in Hengelo. Mercedesbaan Twente, moet ik zeggen. Ja. Hè? Zoals gezegd, de beste dealer van het afgelopen seizoen. En ja, ze zullen ongetwijfeld weer een gooi doen naar het feit dat het dit jaar ook weer gaat gebeuren. Dankjewel René voor je aanwezigheid. We zien jou volgende week weer. Jan, bedankt ook dat je er was. Succes met alles en we gaan elkaar binnenkort weer zien. Dit was weer een aflevering van Voetbaltijd. We zijn er volgende week weer, dan weer vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede. Wie dan de gast is, dat gaat u van de week beleven op de social media kanalen, moet ik zeggen. Tot volgende week, tot dan.